Hallo, wij zijn de Good Foodies van Stroom. En wij doen een kookworkshop. Good Foodies zijn voedselambassadeurs, jongeren die aan de slag willen met gezonde en duurzame voeding. En daar willen verspreiden naar hun medeleerlingen, naar de leerkrachten, naar de directie en naar hun ouders. Vandaag zijn we in de Wijnpers, dat is onze pilootschool in Leuven. En we gaan hier aan de slag om die Good Foodies op te leiden en hen te laten weten wat gezonde en duurzame voeding precies is. Niet door saaie lessen, maar door een aantal interactieve workshops. We hebben vandaag aan de hand van Escape Room dingen ontdekt over duurzaam eten en ook veel bijgeleerd daarover. We hebben veel dingen ontdekt waarvan we niet wisten dat dat zo'n hoge getallen waren. Dat er bijvoorbeeld algemeen een derde van al het voedsel in de wereld wordt weggegooid. We hebben een supercoole escape room gespeeld. De basiselementen waren dit. En een achttal jongeren hebben binnen het uur weten te escapen, te ontsnappen. En zij nu hebben heel veel info gekregen over duurzame voeding, over korte ketens, over houtkap, over lokale visvangst, over alle elementen over duurzame voeding. Hebben zij eigenlijk geëindigd met een brainstorm. Dus mijn boodschap is, geen schrik hebben om actie te ondernemen. En ga maar aan de slag, overtuig maar mensen, ook al zijn het volwassenen. Jullie kunnen kei veel doen en er is nog veel werk aan de winkel. Dus als we allemaal iets doen, komt het allemaal goed.